Goedemorgen, dames en heren. Ik ben op de Veerdam op Holwerd. Parkeerkaart invoeren. Ik ben een beetje een brakkie. En hoe komt dat? Dat komt van het weekend. Het was wel wat hectisch allemaal. Maar wel leuk. Mooi weekend. Woe! Het is het begin van het weekend. En het wordt een mooi weekend. En we hebben een hoogtepunt, kan ik wel zeggen. Op zaterdagavond. Want dan speel ik op Heermiel. En dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met deze boys. Ja! Van de Bounty Hunters. Wat heb jij een verschrikkelijk lekker shirtje aan, man. Hey, Robin. Krijn van die vader, hoor. Die wil zijn shirt terug. Zo. Hey, Robin. Ja. En mijn moeder belde. Ze wil een nachtjepot terug. Yes. Het schoesje van Lemmer belde. Ze wil een fok terug. Hey, Robin. Belofte is de jouwe. Doei, Robin. Doei, Jelle. Tot zaterdag. Doei, Hille. Doei, Johannes. Doei. Tot zaterdag. Onsne. Lekker gewerkt, Pik. Ja, lekker gewerkt, Pik. Lekker loeken. We hebben goed gerepeteerd. Nu ga ik lekker naar huis, in mijn bedje toe. En dan ga ik me klaarmaken voor het weekend. Op het Martiniplein in Sleek. En de drummer van dit bandje, die ken ik. Dat is Marije. Hey Marije. Hoe ging het? Ja? Vandaag hebben ze de marathon. Oftewel, de marathon rondom het Snekenmeer. En ik zou hem eerst lopen, maar dat kan niet. Want ik moet spelen. Nee, mijn t-shirt heb ik niet. Ik heb mijn t-shirt niet. Ik heb mijn t-shirt. Ja. Ik heb mijn t-shirt, Cor. Mooi, dat je is... moet mij helpen dingen onthouden. Ja. Balsen, toch? Ja, Julianenpark. Dus bij de eerste afstand boven moet je eraf. Ja, verdomme, ze zitten er wel. Yes, we zijn in Bolzert aangekomen. En dit is het park waar het allemaal moet gaan gebeuren zo meteen. Hè? Hey Cor, zou je twee dingen voor me willen doen? Eerst de B even voorzichtig een meter naar links schuiven. En ten tweede even die kleurtjes aanzetten. Dat ik er niet alleen sta, maar ik sta samen met, nee, niet met deze gasten, Baby Blue, die komen na ons. Maar ik sta dus samen met de Bounty Hunters. Ik heb net een klein stukje alleen gedaan. En nu doen de Bounty Hunters het alleen en straks doen we wat met z'n allen. En het was super leuk. Ik heb ervan genoten met de Bounty Hunters, dankjewel. Maar stappen snel in de auto, want we gaan door naar de volgende klus. En die is in Bresand. Dus even de afsluitdijk over en dan... Hatsa!
aangekomen in Bresland. We zoeken nu waar we naar binnen moeten. De Zwaluwvluchthal. Ja, waarschijnlijk is het dan wel daar, denk ik. Die handen omhoog, Jelle B. staat naast me! Jelle B. Jan Smit. Hoi Jelle, heel hartelijk welkom in de polder. Gaaf dat je er bent, we zijn er klaar voor. Speel het dak eraf. Get your body on, get your back till gone, get your heart beating, baby. Cor hier, weer eens wat nieuws dan Jelle. Ja, zoals jullie zien zit Jelle deze keer niet naast me. Het is zondag, we hebben een drukke dag vandaag. Jelle is momenteel aan het spelen bij Hart voor Muziek in Veghel. En de reden dat ik nu alleen in de bus zit, is omdat wij vanavond ook nog een optreden gegeven, of tenminste Jelle dan, op Ameland. Maar hier hebben jullie nu eerst Jelle in Veghel bij Hart voor Muziek. Voor de duidelijkheid, Hart voor Muziek is een televisieprogramma boordevol Nederlandstalige topmuzikanten. Alleen maar toppers van eigen bodem. Dit is Hart voor Muziek. Ik was daar om mijn single Taxi te promoten. En tijdens het wachten was ik even Formule 1 aan het kijken. En daar ben ik weer. Jelle is nog momenteel onderweg naar Olst. En dus gaan we daar even een kijkje nemen in Olst. Dus hier heb je Jelle in Olst. Op het korps allemaal wat is, wordt dit een show. Oké, hebben we weer gehad. We stappen als een man in de auto op naar Ameland. Ik ben benieuwd hoe het ondertussen gaat met mijn geluidsman Cor. Inmiddels ben ik aangekomen op Ameland en ik heb onderweg een contact gehad met het hotel. Ze hebben contact gezocht met mij, dus dat vind ik wel heel erg top. En ik ga hem even inchecken. Nou, ik heb de kaartjes. Zo, dat ziet er gezellig uit. Wauw. Dat hij bij de boot staat, tenminste dat hij op de boot zit. Dus we gaan even naar de Veerdam. Is hij nu zit op de boot? Speedboot. Hey Cor! Hoe is het gegaan? In de auto, een speedbootje en nu sta ik in de kelder van de Sunset op Ameland om mezelf om te kleden. Want we doen onze traditionele beachvolleybalshow vanavond en ik heb er vet veel zin in. De mensen die er niet zijn, jullie missen iets. De mensen die er wel zijn, we gaan er een fucking mooi feestje maken. Het was een mooi weekend.
Okay. Just never makes me.